Ja, in het foutje, de tijd was niet slecht, 34,95 en ook een verdiend applaus. En de beker wordt overhandigd door Chris Schelfout, vergezeld van Caroline, een mooie beker. Het prachtige deken hebben ze reeds ontvangen. Rosa Rutsola met Whisper. En op de zevende plaats met de concordance hebben wij Dorien Leijnen. Zij hebben dat allemaal schitterend gedaan. Het was een mooie barrage, spannend en de schitterende winnaar.